En hij begint rook te raken en zo. Ik ga naar de keuken, natuurlijk heel dat pannetje al gebrand. Helemaal rook en zo, ja. Dat waren mijn eerste stappen in de keuken, zeg maar. Dag allemaal en welkom bij deze tweede aflevering van Tene Pot Bene. Onze gast van vandaag heeft eigenlijk heel erg weinig introductie nodig. Hij speelt ondertussen al 3 jaar op het Kiel, heeft zijn jeugdopleiding hier volledig doormaakt, is daarna richting Nederland getrokken, heeft 1 jaar in Frankrijk gespeeld en is dan terug bij Beerschot terechtgekomen in Antwerpen. Dag Ryan Sanusi. Hallo. Blij om hier te zijn. Zeker, zeker. Ik heb er zin in. Ja. Hoe gaat het met jou in het algemeen? Goed. Ik voel mij goed. Leuke groep, leuk seizoen. Veel mogelijk, grote uitdaging. Dus ja, we gaan ervoor. Het seizoen is nu 2 maanden bezig. Jullie zijn natuurlijk al 4 maanden bezig, sinds begin juni. Ja. Wat zijn jouw eerste bevindingen van het seizoen in zijn totaliteit? Ik denk sowieso, na vorig jaar weet je dat er heel veel jongens gaan vertrekken, dus dat je met een hele nieuwe groep te maken gaat hebben. Nieuwe coach, een nieuwe technische staf. Maar ik denk dat de eerste indrukken, die zijn ondertussen al voorbij, want je bent al een serieus stuk in de competitie gevorderd. Maar die zijn positief. Ik denk dat wij een hele fijne groep hebben om te werken. Allemaal jongens die ervoor willen gaan, die kwaliteit hebben, die de juiste mentaliteit hebben. En ja, ik ben heel positief over wat er mogelijk is dit seizoen en over wat voor de groep dat er nu staat. Hoe vind je als kapitein dat de groep het doet? Want ja, als kapitein, een beetje primus inter pares, zoals ze zeggen. Een beetje een hogere functie, maar tegelijkertijd toch ook in de groep staan. Ja, ja. Wat vind je dat de groep, hoe dat de groep het doet? Ik denk heel goed, zoals ik zei, ik denk dat we ook een heel goede mix hebben van een paar oudere jongens of jongens met wat meer ervaring en jonge gasten die eigenlijk net komen kijken en die eigenlijk nog alles moeten, of niet alles moeten leren, maar die nog heel veel stappen moeten zetten in hun ontwikkeling. Ik denk dat er een hele goede mix is gevonden tussen die twee type spelers. En als aanvoerder, ja, natuurlijk, zoals je zegt, je staat er een beetje boven, maar tegelijkertijd kan ik met iedereen het ook heel goed vinden. En ik probeer ook gewoon voor iedereen een aanspreekpunt te zijn, dat ze niet het gevoel hebben van tegen mij kunnen ze niks zeggen of zo, of dat ze bang zijn of zo om tegen mij te praten. Nee, ik probeer daar wel voor te waken dat iedereen wel het gevoel heeft dat ze met problemen of zo bij mij kunnen komen. En als aanvoerder, zoals ik al zei, ik heb er een goed oog in. Ik denk dat wij een goede groep hebben met heel veel mogelijkheden. We gaan het over een aantal verschillende dingen hebben in deze podcast, Ryan. Op je jeugdacademie, de vorming bij Beerschot. We gaan het hebben over Sparta Rotterdam, een stukje over Grenoble ook, en dan over jouw terugkeer naar Beerschot. Tussendoor zullen er af en toe vragen van supporters zijn, en op het einde maken we ook nog tijd voor een blokje met vragen voor fans. Beginnen, hoe ben je bij Beerschot terechtgekomen? Want je vertelde me net, vanaf de U6 eigenlijk, tot het moment dat je dan bij de U19 naar Willem II vertrekt. Was je gescout? Woonde je in de buurt? Ik ben begonnen als voetballer bij Roches Deurne. Ik woonde toen in Deurne-Zuid. En dat was de dichtstbijzijnde club waar ik zo'n beetje ben beginnen te voetballen. En ja, ik vond dat als jonge gast van 5 jaar heel leuk. En natuurlijk, als je zo klein bent, dan is in de zomer zijn er geen trainingen. Dus had mijn moeder mij ingeschreven in de voetbalschool in Hoboken. Mm-hmm. En dan ging ik daar, ik weet niet meer hoe vaak, misschien per week in de grote vakantie 2-3 keer of zo. En toen was een van mijn trainers daar, André Zatzo. En die had dan aan mijn moeder gevraagd van, ik vind dat je zoon goed kan voetballen, wilt hem niet bij een Beerschot komen voetballen? Ja. En natuurlijk ja gezegd. En toen zat ik op mijn 6 jaar dan bij de jeugdopleiding van Beerschot. Dus heel snel heel talent snel ontdekte eigenlijk? Ja, waarschijnlijk. Ja, dat André iets in mij zag. En zo ben ik begonnen bij Beerschot, toen nog op de Rozemaai. En toen was dat eigenlijk nog niet Beerschot, toen was dat nog... Of ja, dat was al wel Beerschot, maar dat was net rond de fusie, denk ik. Net Germinal Beerschot dan? Ja, want... Van welk jaar ben jij? Ik ben van 92. Van 92, maar dus ik ben begonnen bij Beerschot rond... dat zal dat zijn. 98. En wij speelden toen nog met die shirtjes van geel en dus echt met de shirtjes van rood. Germinal eigenlijk. Ja. Rode sokken, rode broek en geel shirt. Ja. Met Verelst hier op de week nog goed. Dat zet je wel... Paars staat wel beter, of niet? Ja, paars is ook mooi. Ja, sowieso. Alles rood is niet mooi. Je hebt dus ook een stuk van de opleiding meegemaakt toen
Ajax hier, ja, mede sportieve lijnen uitzetten. Ja. Er zijn een aantal jongens vertrokken die ongeveer in jouw leeftijdscategorie zitten. Moussa Dembele is iets ouder. De meeste waren wel ouder. De Anderweireld zijn net iets ouder dan jij. Ja. Maar ja, toch heel veel verschillen zijn ook niet. Nee. Merkte je dat dat echt een heel professionele omgeving was? Het enige dat ik me daar echt van herinner is dat Simon Tamata toen een soort van, ja, niet jeugdcoach was, maar een soort van techniektrainer. En die was in mijn beleving wel vaak op de club en die gaf ons dan training. En dat was wel op de Nederlandse, Amsterdamse stijl, zeg maar. Heel direct en heel, ja, ook wel heel hard en heel veel focus op techniek. Dat is wat ik vooral herinner van die samenwerking. En ook dat wij zo van die, elk jaar speelden we een toernooi bij ons op Rozemaai met Ajax dan. Ajax, Anderlecht en Genk, volgens mij. En toen was Ajax altijd 10 keer zo goed als ons en die maakten ons eigenlijk altijd af. Maar voor de rest herinner ik mij niet heel veel van die samenwerking. Ja, ik was toen ook nummer 11. Ja, ik was, daar zit er ook niet echt bewust mee bezig, natuurlijk. Nee. Heb je vanaf het begin het gevoel gehad van, ja, ik voetbal hier bij een eerste klasseploeg. Het is wel de bedoeling om profvoetballer te worden? Of is dat iets dat wel later gekomen is? Nee, natuurlijk. Ik denk dat alle jonge gasten in de jeugdopleiding, die hebben allemaal het idee dat ze, of tenminste erin steken om prof te worden. En ja, iedereen denkt dat dat natuurlijk mogelijk is. En hoe ouder je wordt, dan zie je van of dat realistisch is of niet realistisch. Maar ja, ik heb dat altijd wel. Dat was altijd mijn bedoeling om het uiteindelijk als prof te maken. Ja. Misschien aansluitend daarop. Jordi, dat is een supporter die wil weten wie dat jouw voorbeeld was als je begon te voetballen. Naar wie keek je op? Ik heb bij mij thuis tussen de oude foto's een foto waar er een dag was dat Mark de Graes bij ons op Rozemaai was gekomen. En Van Beerschot was dat voor mij toen, ja, mijn idool. Ja, die speelde op middenveld en ja, dat was de beste. Dus met voorsprong ook een beste, denk ik. Ja, met voorsprong een beste, ja. En ik vond, ja, dat was voor mij toen mijn idool. Maar buiten Beerschot was altijd wel Zidane toen ik klein was. Ja. Maar dat, ja, dat was, in die tijd was dat ongelooflijk wat hij allemaal liet zien. Altijd, hè. Als je daar video's van terugkijkt, dat is ongelooflijk dat hij zeker. Zo ik kreeg mij nog die goal in de Champions League tegen Leverkusen en met links in de krul getrapt, in de pink trapt. Ja, dat was vooral mijn idool, Zidane. Ja. Je hebt nog altijd een goede band met je papa, ja, die ook heel vaak met jou dingen deed, jou naar alle trainingen heeft gebracht, ja, naar de voetbal. Hoe verliep dat? Ja, mijn vader is eigenlijk van het begin heel involved geweest in alles van mijn voetbal. Dus eigenlijk vanaf jonge leeftijd train ik dan op Beerschot, maar ik trainde daarnaast ook nog met mijn vader. Gewoon elke week, in het weekend, in de vakanties, grote vakantie, paasvakantie en zo. En daar heb ik ook heel veel geleerd, omdat ik daar specifiek ging trainen op zaken die, waar mijn vader aan vond van dat ik moest verbeteren. Want als jonge gast, dan heb je niet echt een... Hoe zag dat eruit? Hoe zag dat eruit? Ja, gewoon, wij kwamen, mijn vader had een zak met ballen. Gingen we naar het veldje daar in Rivierenhof of zo. En toen hadden we op Sava dat veld nog een goaltje staan en zo, waar je gewoon op kon lopen. Ja. En dan had hij misschien wat potjes en zo. En dan trapte die bal bijvoorbeeld naar mij en moest ik die aannemen. Trapte in de lucht, moest ik die ook stilleggen. Heel veel op techniek, balbehandeling. Dat was voornamelijk waar ik op trainde. Ook tweebenigheid. Dus met links passen, met links draaien, met links schieten, met links lange bal. En ja, ik heb daar heel veel aan te denken. Dat zijn zaken die ik niet echt trainde specifiek bij Beerschot. Maar daar ook niet echt de ruimte en de tijd voor is als je in een groep van traint. Dus ja, dat heb ik eigenlijk echt gedaan tot ik naar Nederland ging. En zelfs in Nederland, soms af en toe kwam hij helemaal naar Nederland en dan ging hij nog eens op een veldje nog wat trainen, omdat hij vond dat ik dat niet goed deed in de matchen en zo. Dus ja, nu niet meer hoor, nu trainen we niet meer. Nee. Nu doe ik helemaal niet zo misschien. Nee, nog niet. Hij is nog iets te klein. Ja. Maar op termijn ga ik dat wel doen, ja. Ja. Maar dat was vroeger was ook niet altijd plezant, want ja, je bent ook jonge gast, je bent aan het puberen, je wil ook soms met je maten dingen gaan doen. En mijn vader was daar wel vrij streng in, van nou, oké, we gaan dat doen, en wat je gezien hebt of niet, we gaan dat toch doen. En maar is dat omwille van het feit dat je zelf hebt aangegeven van kijk, ik wil profvoetballer worden, dat hij zoiets had van ik ga nu helpen? Ik denk vooral dat hij inzag dat ik de potentie had om profvoetballer te worden. Ja. Dat was vooral zijn motivatie om mij te pushen, zeg maar. En nu ben ik daar enorm dankbaar voor dat hij mij ook daadwerkelijk heeft gepusht, want denk, als hij dat niet had gedaan, waren mijn kansen om prof te worden veel, veel kleiner. Want het is wel zo, jouw papa die is een beetje bekend in Antwerpen, ja, vooral bij mensen die vaak wel eens uitgaan. De Easy Maze achter de Nationale Bank, de café heeft hij nog altijd. Klopt. Maar die deed dat dan eigenlijk bovenop zijn werk. Ja, maar mijn vader opende eigenlijk voornamelijk van donderdag tot zaterdag. Dus ja, in de weekends
was hij dan, ja, van donderdag tot zaterdag was hij dan druk, maar voor de rest, ja, maandag, dinsdag, woensdag en zo was hij gewoon thuis. Maar ja, die was wel elke wedstrijd, zaterdagochtend bracht hij mij wel of ging hij gewoon kijken en zo, of hij nu heel de nacht had gewerkt of niet, die stond er wel paraat hoor. Dat is wel pittig. Ja, dat is wel pittig, maar ja, liefde voor je kinderen, dat laat u veel doen hè. Ja. Voelde dat zelf ook met je eigen kinderen? Ja, zeker. Ja. Nu, je merkt nu al dat je voor je kinderen alles zult doen. Je gaat voor hun door het vuren natuurlijk. Maar nu zijn ze nog heel klein. Nu zijn ze nog voornamelijk aan het spelen. Ze hebben nog niet echt een doel dat ze willen bereiken of zo. Maar ik kan me inbeelden, als ze echt ergens aanleg voor hebben of echt iets heel graag doen, ja, dat ik mij dan als vader ook daar helemaal op ga storten en ga proberen hun te helpen of te begeleiden in de mate dat dat mogelijk is. Ja. We gaan even terug naar uw jeugdacademie. Ja. Je kiest ervoor om naar het buitenland te trekken op een gegeven moment. Je gaat naar Willem II. Ja. Waarom? Goh, waarom, ja. Ik was toen 18 jaar bij Beerschot. Ik had dus één jaar in de -19 gespeeld met Noé. En we hebben eigenlijk een heel goed jaar gespeeld, collectief, maar ook individueel. En ja, op dat moment, ik was 18 jaar en ik wou eigenlijk, of ik en mijn vader wouden eigenlijk een contract krijgen van Beerschot. Dat zat er toen op dat moment niet in, maar we dachten, het leek erop dat ik dat wel ging krijgen, maar het einde van de rit zeiden ze van ja, nee, je gaat niet geen contract krijgen, maar je gaat wel gewoon met de eerste ploeg trainen. En dan heeft elk mijn vader en ik een impulsieve beslissing genomen door te zeggen van oké, als we geen contract krijgen, dan gaan we wel anders ons succes zoeken. En dan ben ik eigenlijk gewoon via mijn toenmalige zaakwaarnemer eigenlijk gewoon stage gaan lopen bij Willem II. Bij de mini A1 heet dat dan in Nederland. En daar heb ik het dan goed gedaan. Ben ik dan aangenomen door Willem II. Dus eigenlijk gewoon een leap of faith gewoon. Gewoon mijn geluk gaan zoeken elders en geprobeerd om het daar te maken. Maar nu achteraf is dat wel de juiste gok gebleken, ja. Mijn volgende vraag was die stap naar Nederland voor jouw ontwikkeling belangrijk als voetballer? Ja. Want die spelen wel een soort van ander voetbal dan hier in België gewoon. Ik denk dat mijn spel sowieso wel de Nederlandse filosofie lag. Dat lag daar wel mee in lijn. Maar ik denk ook voor mijn ontwikkeling als mens heeft dat mij wel heel veel gebracht. Omdat ook niet alleen het voetbal is anders, maar de cultuur is ook heel anders met Nederland. Ja. Nederland zijn iets anders in de omgang en iets anders in het dingen overbrengen en qua sociale vaardigheden en zo. Het is gewoon een andere manier van leven dan België. Veel mondiger allemaal. Dus veel mondiger inderdaad. Dus ik als Antwerpenaar werd dat toch wel een beetje uit mijn comfortzone getrokken. Met die mondige en een beetje brutale Nederlanders toch vooral. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ben je er ook gewend en dan houd je van beide culturen eigenlijk het beste. En dan, ja, ik ben er eigenlijk als mens heel erg gegroeid. Ja. En ik ben eigenlijk heel blij dat wij uiteindelijk die keuze gemaakt hebben om naar Nederland te gaan. Je hebt dat gecombineerd met studeren. Ja. Je bent ook een van de weinige voetballers die ik persoonlijk dan ken. Ik ken natuurlijk niet ongelooflijk veel, maar die een diploma hebben. Een verder gezet diploma. Ja, een hoger diploma. Hoge diploma. Middelbare halen de meeste wel. Maar ja, klopt. Welk diploma is dat dan? Ik heb toen mij ingeschreven voor economie en informatica, dus dat was eigenlijk een combinatie van bedrijfseconomie en ook zeg maar informatica vakken zoals programmeren en zo van die informational sciences en dat zo. Combineerde je dan met trainen bij Willem II? Ja, klopt. Dat is Tilburg dan allebei, Tilburg, vermoed ik. Ja. Ja. Is dat heel zwaar of valt dat mee? Ja, ik ben nu eigenlijk altijd wel iemand geweest die makkelijk studeert. Dus in die zin, ik ging naar Willem II en ik was net afgestudeerd in ASO in Antwerpen, in het Saveus College. En ik zou eigenlijk, voordat ik naar Willem II ging, zou ik gewoon maar inschrijven in de UA in Antwerpen. Maar ja, toen ineens was ik een speler van Willem II en de zomervakantie was net begonnen. En toen moest ik eigenlijk, het was niet mogelijk om van Tilburg te gaan pendelen naar Antwerpen, want ik had geen auto, ik heb geen rijbewijs. Ja, dan nog trainingen. En nou, dat was niet haalbaar. Dus ja, toevallig voor mij dan, of dat zo moest zijn, was er een universiteit in Tilburg. En toen ben ik eigenlijk meteen mijn vader gaan kijken naar de mogelijke opleiding en is mijn oog daarop gevallen, ik ben ingeschreven. En ja, in het begin speelde ik nog in de A1, dus dat was nog -19, waar de training waren in de avond en dus zo. Dus dat viel dat goed mee. In het begin was dat zeker te doen, maar ja, dan het jaar daarna speelde ik dan in het eerste ploeg. Dat was wel iets moeilijker, dus ik ging niet heel vaak naar de les. Ik deed heel veel gewoon thuis, gewoon zelf studeren als het examens was. Maar je hebt dat wel op 3 jaar afgewerkt eigenlijk? Nee, ik heb dat niet op 3 jaar gedaan, ik heb dat 5 jaar gedaan. Maar mijn bachelor, ik heb geen master. Ik heb geen master. Ja. Dan ook het feit dat je hoger onderwijs haalt. Ja, zeker. Ik ben ook niet heel blij. Gegeven in nee, ik ben ook heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ja, anders zat ik daar toch maar misschien te veel mijn tijd te verdoen. Ja. En nu heb ik me toch nog een beetje geïnvesteerd in mijn kop, laat ik het zo zeggen. Hoe was die? Hè, want je bent in een gastgezin gaan wonen? Nee. Of goed, meteen op kot? Nee, ik woonde eigenlijk het eerste jaar toen ik 18 was, woonde ik eigenlijk in
studentenkamers voorzien door de universiteit. Okay. En toen woonde ik eigenlijk met allemaal buitenlandse studenten. Het was alleen maar voor buitenlandse studenten. En ik woonde dan met allemaal Chinezen. Dat was best grappig. Ja. Allemaal buitenlandse studenten, allemaal Chinese studenten. Ja. Nou, er zijn veel Chinese studenten die in Nederland toekomen gaan. Ja, best veel, ja. In Tilburg zat er ook echt veel. Ja. Ja. Dus dat was wel grappig. Ja, met andere culturen samenwonen en zo. En, dat was wel leuk. Dat was een leuke periode om terug op te kijken. Ik heb hier een anekdote opgeschreven die je mij al eens verteld hebt, maar die we toen niet gebruikt hebben in een vorig interview. Blijkbaar is dat daar een gekookt en is dat wel misgelopen. Ja. Ja, ik was dus 18 jaar. Ik woonde tot die leeftijd met mijn moeder. Hè, dus ik heb nooit gekookt. Dat had ik nooit eens gedaan. Misschien ook uit een eigen bek in een keer. En ik was naar de winkel gegaan voor gewoon wat pasta met saus te maken. Gewoon iets simpel. En dus dat was zo'n zakje met poeder. Hè. Maar ja, ik had er niet over nagedacht. Ik dacht al bij mezelf, hoe gaat dat poeder ooit lopende saus worden? Dus met mijn naïeve kop, ik doe dat pannetje warm. Ik doe dat vuur aan, ik zet dat pannetje erop. En ik doe gewoon dat poeder in dat bakje. En ik ga zo naar de woonkamer. En ik begin rook te ruiken en zo. Ik ga naar de keuken. Natuurlijk, heel dat pannetje aangebrand. Helemaal rook en zo, ja. Dat waren mijn eerste stappen in de keuken, zeg maar. Ja. Toen had ik toch gezien dat er water bij zat. Ja, toen had ik toch wel... mijn Chinese huisgenoot had mij gezegd dat er wel water bij moet. Dus dat is lesje snel geleerd. Maar je hebt wel daar dan 3 jaar alleen gewoond. Nee, ik heb dus 1 jaar woon ik bij de studenten. En toen kwam ik in de eerste ploeg. En toen had mijn vader gezegd tegen het bestuur van Montier want mijn vader betaalde die studentenkamer gewoon. Ja. Dus hij heeft het eerste jaar zwaar geïnvesteerd in mij eigenlijk. En toen had hij gezegd tegen het bestuur van Montier, oké, als je nu bij de A-kering komt, dan wil ik wel dat jullie voor huisvesting voorzien. En toen hebben ze mij eigenlijk gezet in een huis van een sponsor van Willem II. Dat was een fietsenmaker. En die had eigenlijk naast, boven zijn zaak, had hij nog zo'n woning, zeg maar. En dat waren 3 kamers. En dan zat ik daar met nog 2 jeugdspelers van, of beloftespelers van Willem II. Ja, dus wel wat meer stoort van gastgezin, ja. Maar die mensen woonden daar zelf dan? Die wonen in het gebouw naast de zaak. Okay. Maar dat is eigenlijk wel een soort gastgezin van mij geworden, want... Wij zaten daar altijd om Champions League te kijken. Of dat waren superleuke mensen, super aardige mensen. En die had ook 2 jongens, ook rond 2 supporters. Dus dat we meteen een heel goede band. Er zullen ook mensen zijn die me altijd heel nauw aan het hart zullen liggen. Want die hebben mij ook geholpen om wel wegwijs te worden in het eerste, in rond 2, allemaal zaken te regelen, te helpen en zo. Dus ik zal altijd dankbaar daarvoor zijn. Hoe was die band met Antwerpen? Ik heb een aantal verhalen gehoord van jongens die dan naar Ajax zijn gegaan, Antwerpen, Vertongen. Ja, er zijn er een aantal die zeiden van ik ben eigenlijk verliefd geworden op de stad. Ja. Ja, Amsterdam, in ieder geval dan Tilburg. Ja. En een andere die zegt, ik kan altijd terug naar Antwerpen. Waar was het bij u? Toen ik Willem II ben gekomen, ging elke weekend terug. Zoveel mogelijk? Elke weekend. Dus ik speelde dan misschien zaterdagmiddag of namiddag wedstrijd met A1. Ik ging daarna meteen naar huis met mijn vader mee of ik pakte een bus. Ik pakte een bus van Tilburg naar Turnhout. Dat was een Belgische bus die in Turnhout stopte. Turnhout, Antwerpen. Kwam ik op... Dan zit er toch 2 uur op de bus of zo? Ja, dat was wel een tijdje. Ja. Maar dat boeit niet, want je kunt dan een zaterdagavond nog thuis zijn, zondag heel nacht thuis. En dan meestal maandagmiddag zette mijn vader mij thuis af, omdat ik pas in de avond moest trainen. En dan toen ik in het eerste kwam, mijn contract had tekend, toen kreeg ik een auto. En toen was ik gewoon ook elke weekend naar huis gaan natuurlijk. Want Tilburg is niet ver. Want je hebt dan wel... Raar genoeg misschien. Je hebt dan wel je vrouw daar leren kennen, ervoor of daarna? Ja, maar dat was in 2014. Ja. Dus toen was ik al wel een tijdje in Nederland. Oké, want heel vaak zie je dan, dan houd je vast aan je Antwerpse vrienden. Ja. Komt je misschien ook hier iemand tegen, maar dat is bij u niet het geval. Bij mij is het niet meant to be om in Antwerpen iemand te leren kennen. Nee, mijn vrouw is van Nederland. Ja. Willem II, een paar keer uitgeleend. Dan heb je de overstap gemaakt naar Sparta Rotterdam. Ja. Ben je ook verhuisd naar Rotterdam? Ja. Waarom koos je om bij Willem II? Had je het gevoel van, ik kan hier niet echt basisspeler worden? Had je nood aan een nieuwe uitdaging? Ja, ik was daar. Ik was dan bij aan OS uitgeleend. En ik had een best goed seizoen gedraaid. En toen weet ik nog dat ik gebeld werd door Leo Beenhakker. Of ik niet interesseerd om bij Sparta te komen spelen, want na mijn uitleenbeurt bij OS was mijn contract bij Willem II afgelopen. En als Sparta komt, Sparta is gewoon in Nederland een club met heel veel aanzien, is de oudste club van Nederland. Ja. En dat voelde ik meteen goed toen ik daar was gaan praten met Leo. En toen ik in het kasteeltje kwam, dat ik meteen dit is de club waar ik naartoe wil.
En ja, dat was eigenlijk een heel goede beslissing gebleken. Want ja, toen ik daar dan kwam, dat eerste jaar, meteen kampioen gespeeld. Echt een fantastisch jaar gehad, met een fantastisch, heel goede ploeg. Ja. Ook nog met Sergio McDonald gespeeld daar. Ja. Ik heb er nog beelden van gezien. Ja, ja. Je hebt die onlangs op je Instagram klopt, gezet. Ja, ja. Een doelpunt gemaakt op tuin. Ja. Ja. Dat was onze 13e wedstrijd die we thuis wonen op rij. Oef, ja, dat was echt mooi getal 13. Ja, mooi getal. Dat was al een voorloper op naar Beerschot te komen waarschijnlijk. Het valt mij wel op, want ik heb natuurlijk een beetje research gedaan. Uw carrière bij Sparta is eigenlijk vrij gelijklopend met die van Beerschot. Ja, want hij komt het eerste seizoen bij die ploeg, in tweede klasse, gepromoveerd. Ja. Twee jaar in eerste klasse, en dan zak je terug. Ja, klopt. En natuurlijk, bij Sparta ben je dan richting Grenoble vertrokken. Ja. Bij Beerschot ben je daar gebleven. Ja. Maar het is wel opvallend dat wel het zo gelijklopend is. Ik heb er niet over nagedacht dat die gelijkenis zo was. Kampioen geworden in de keukenkampioendivisie. Ja. Toen was dat nog de Jupiler League, denk ik. Jupiler League, ja. Hoe was dat? Dat kampioen worden? Ja. Ja, dat was geweldig. Dat is, slecht kan dat niet zijn. Nee, maar kampioen spelen is echt... Ja, dat is een van de mooiste ervaringen die je kunt hebben als prof, denk ik. Zeker als je dan direct kampioen werd. We waren bovenaan, met ik weet niet hoeveel punten los. Dus dat was een geweldige ervaring. Ik heb nog een kijkersvraag. Jan van Vliet, ik denk dat het een Nederlander is. Ja. Hoe zou je het vinden als we donderdag een Sparta-vlag meenemen naar het stadion? Ja, leuk. Ja, waarom niet? Heb ik donderdag gezegd of zondag? Ik bedoel zondag. Zondag, ja. Zondag tegen Denver. Ja, leuk. Ja, leuke herinnering aan die mooie tijd daar. Ja. Ja. Alleen de verkeerde kleuren, denk ik, voor in ons stadion uithangen, niet? Ja, is dat rood met zwart? Sparta? Ja, maar de vlag. De Sparta-vlag. Dat is wel, onze kleuren zijn wel rood. Onze kleuren bedoel. Sparta-kleuren zijn wel rood met wit, maar je hebt ook de vlag van Rotterdam, die is heel vaak... Zwart met zwaaien. Dat is groen met wit. Aha, okay. Dus ik weet niet welke vlag jij bedoelt, maar het zal wel die rood met wit zijn waarschijnlijk. Dus misschien niet doen dan. Ik heb die van Amsterdam in mijn hoofd met die alleen als het heel duidelijk Sparta opstaat, maar niet als het gewoon rood en wit is. Dat zou ik het niet doen. Je hebt... Weet je hoeveel matchen dat je gespeeld is voor Sparta? Voor Sparta? Ja, even snel rekenen. Ik denk toch tegen de 100 of zo, of 96 of zo. Oef, je zit er één af. 97 officiële. Ja. Volgens Transfermarkt, dat is de bron die ik daarvoor gebruik. Ja. Dat is de ploeg waar je het meeste matchen voor speelde. Heb je een idee hoeveel je voor Beerschot al gespeeld hebt? Ze hebben het laatst nog gezegd hoor, maar... dat zal toch tegen de 70 of zo zijn? Ja, 72. 72, dus, ja. Nog 75, dan doen we altijd iets op sociale media. Hè. Dus 100. Dat moet wel lukken, hè? Houd vast daar. Normaal gezien wel lukken. Ja. Bij Sparta ben je ook aanvoerder geweest. Ja. Net zoals hier bij Beerschot dan. Ja. Dat was de eerste keer dat je aanvoerder werd van een profclub dan toch? Klopt. Maar bij de jeugd was je dat ook al een paar keer geweest? Ik ben in de jeugd wel vaak aanvoerder geweest, ja. Ja. Ligt dat je denkt? Is dat iets dat dat natuurlijk is voor u? Ik denk dat dat mij wel ligt in de zin dat ik wel altijd iemand ben geweest die altijd goed in de groep ligt en met iedereen van de groep altijd wel goed overweg kwam. En ja, ik ben wel iemand die vrij stabiel is. En ik denk dat als aanvoerder moet je wel die uitstraling nemen dat je niet snel van je evenwicht wordt gebracht en dat je wel een bepaalde stabiliteit in je spel, maar ook in je karakter hebt. En dat wat iemand is waar de spelers naar luisteren, of tenminste respecteren. Dat ligt mij wel. Maar ik ben daar ook in gegroeid. Natuurlijk, de aanvoerder die ik nu ben, was ik niet in Sparta toen ik mijn eerste stappen als aanvoerder zette. En je leert elke dag natuurlijk. En nu zijn er ook dingen die ik anders doe dan ik toen deed. Ja. Ik vind dat een rol. Ik neem die rol graag op mij. Ik ben graag aanvoerder. Ik vind dat gewoon leuk om die verantwoordelijkheid op mij te nemen. Na die degradatie loopt jouw contract af. Je kiest ervoor om te vertrekken naar Grenoble, Frankrijk dan. Ja. Iets dat je niet echt gewoon was, want jij gaat dan in België gevoetbald en dan als prof in Nederland alleen ook maar. Ja. Waarom kies je om naar een andere competitie te gaan? Ja. Dat is zo'n vraag in het leven. Waarom maak je bepaalde beslissingen? Hè? Soms is dat je eigen keuze, soms is dat misschien omdat het zo moest zijn, omdat je... dat geloof je dan tenminste, dat je als je die keuze nam, bepaalde dingen zou leren. Als je misschien de safe keuze zou nemen, dan zou je misschien niet groeien of zou je te veel in je comfortzone blijven. Dus dat voorstel kwam er uiteindelijk van Grenoble. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, van die club.
Maar ik ben toen een keer gaan kijken daar, een vliegtuig genomen naar Grenoble en gaan kijken. En dat voelde wel oké. Ik dacht van, ja, weet je wat, ik wil wel dit avontuur aangaan, in Frankrijk gaan spelen. Nog nooit in Frankrijk gespeeld. En dat was eigenlijk ook een heel mooie, heel leuke ervaring. Ik woonde dan, alleen Grenoble, dat noemen ze eigenlijk het kapitaal des Alpes. Dus dat ligt echt tegen de Alpen aan. Dus ja. Ik woonde dan, dat ligt zeg maar in een dal. En je hebt dan... Je woonde recht op een berg, of wat? Ja, ik woonde tegen de wand aan, zeg maar, richting de berg. Ik keek dus in de vallei neer en ik zat op 10 minuten zat ik echt in de sneeuw. Dus dat was echt geweldig. Compleet iets anders dan Nederland en België. Dat was geweldig, ja. Dat was eigenlijk, als ik van alle plekken waar ik met Anne heb samengewoond, was eigenlijk, kijk, wat daar terug op het mooiste, was qua wonen het mooiste. Ja. Want ik deed mijn deur over mijn raam op en ik zag gewoon echt die bergrug gewoon. Ja. Was echt prachtig gewoon. En van mijn hond, ik heb een husky. Ja. Maar die vond dat helemaal geweldig. Die was daar helemaal in zijn element. En qua voetbal, ja, dat was ook eigenlijk een hele mooie ervaring. Want het was heel anders voetbal dan Nederland. En Nederland ja, Ligue 2 dan, hè? Ligue 2, ja. Nederland is heel erg technisch voetbal verzorgd. En Frankrijk, ja, dat zijn veel fysieke gasten, veel snelheid, veel mannelijk voetbal. Dus dat was ook weer aanpassen. En dat was ook weer uit mijn comfortzone. En daardoor ook gewoon een betere voetballer geworden. En ook een heel leuk team. Ook veel winnen, veel mooie herinneringen daar. Je hebt daar uiteindelijk maar 1 seizoen gezeten, ja. Terwijl je wel een contract had voor 2 seizoenen. Ik had 2 jaar. Dus dat wil zeggen dat Beerschot jou toen is komen halen? Ja, precies. Ik werd toen benaderd door Beerschot. Maar eigenlijk, toen ik naar Grenoble kon gaan, had Beerschot mij ook al benaderd. Aha, ik ook al een voorstel dat was gedaan. Een vraag die ik ook ging stellen. Ja. Waren er andere clubs geïnteresseerd toen je naar Grenoble ging? Ja, ik had meerdere... Maar op de een of andere manier, toen ik dat voorstel van Beerschot kreeg, had ik nog niet het gevoel van het is nu tijd om terug te keren. Dat was en waarom niet? Ja, waarom niet? Dat was ook deels omdat Beerschot toen in 1B speelde. Mm-hmm. En toen ze mij het jaar daarna benaderd. Aha, was dat nog heel de situatie KV Mechelen? Precies, En leek het alsof het wel 1A ging worden? Ben ik gehaald omdat ze zeiden van ja, we gaan in 1A spelen. En toen zei ik van ja, oké, als ik in 1A kan spelen, in mijn stad kan wonen en met mijn kleine. Ja, dat is wel heel mooi. Nog iets dat nog veranderde. Want op het moment dat je dan naar Grenoble trekt... Was Milan wel. Was Milan? Nee, was zwanger. Ja, was zwanger, dat klopt. Dus op dat moment kies je wel voor, je weet, mijn kind gaat hier geboren worden in een land waar ik nog niet gewoond had. Nee, klopt. Dat maar is ik spreek wel volledend Frans, dus ja, in die zin was dat... is nog het minste, maar het is wel natuurlijk verder weg van de familie dan... Ja, dat wel. Natuurlijk, wij hadden toen nog geen kinderen, dus je weet ook nog niet... Nu weten van als je kleinkinderen hebt dat het heel fijn is om bij je familie te zijn en zo, maar toen je weet nog niet echt wat dat betekent om ouder te zijn. Ja. Dat weet je pas als je kind geboren is. Ja. Over Grenoble heb ik niet al te veel vragen. Nee. Misschien eentje. Heb je tegen Châteauroux gespeeld toen? Ja. 2 keer zelfs. Twee keer gewonnen. Twee keer volgens gewonnen. Volgens mij wel. Nee. Ja, sowieso gewonnen. Uit. Dat weet ik niet meer. Maar daar heb ik zeker tegen gespeeld, De Berrichon. Ja, ik moest er net aan denken, stond niet tussen mijn vragen. Je kiest dan om terug te komen, omdat je denkt, 1A, stap omhoog eigenlijk. Moeten we eerlijk in zijn op dat moment. Oh, toch niet idee. Even een kleine terugval als het dan toch 1B blijkt te zijn. Ja, dat was... Ik weet nog goed dat moment, toen zaten wij op stage in Nederland. En wij zouden net teamactiviteit doen. Dat was met Stijn Vreven nog. We gingen net karten met een hoop. En toen waren we eigenlijk allemaal ons pakken aan het aandoen en iedereen kreeg zijn helm en zo. En toen eens dropte dat nieuws. En ik weet niet wie dat zei, maar hij zei van ja jongens, we gaan niet naar 1A. Dus dat was echt een bom die ontplofte. Dat was ongeloof. Hè. Ik weet nog dat wij dat toen in een van iemand zijn kamer zaten met allemaal bespreken, wat gaan we doen en zo. Dat was echt, want heel veel spelers waren ook gekomen met het idee van ja, we gaan naar 1A. En de jongens die nog in 1B zaten, hadden ook het idee dat we naar 1A gaan. Dus dat was ineens switch off alles gewoon. We gaan moeten accepteren dat we in 1B gaan spelen. Daarna wat tijd nog om te verwerken, maar daarna je bent gehaald en je zit er daarna. En gelukkig voor ons hebben we erin geslaagd om meteen te promoveren natuurlijk. Maar dat was wel even een deceptie. Ja, want ik heb hier opgeschreven wisselend eerste seizoen. Ja. In die zin dat was eigenlijk het seizoen. Als je kijkt naar de 2 voorgaande die jij niet hier als speler hebt meegemaakt, maar ongetwijfeld wel wat van hebt meegekregen. Ja. Was dat eigenlijk het seizoen dat Beerschot misschien het minste verdiende om over te gaan op een of andere manier? Ik weet niet of ik het zo juist omschrijf, maar je hebt denk ik minst uitgesproken favoriet geweest toen. Klopt. Je hebt ook eigenlijk pas helemaal op het einde die periodetitel binnengehaald, waar de voorbije keren iets vlotter ging. Het jaar tegen KV Mechelen heeft het ook lang geduurd voordat we die periodetitel gepakt hebben. Je bent gekwetst geweest, coaches ontslagen.
Uiteindelijk neemt Hernan Losada over net voor de winterstop. Ja. En moet je eigenlijk nog maar 8 matchen spelen, heb je die dramatische match op Lommel, ja, spookgoal op Virton, als ze beginnen optellen, dat was wel een ongelooflijk seizoen. Dat was zo'n seizoen, ja, die je niet snel gaat vergeten. Ja, Marius heeft toen 8 keer op de paal getrapt, ja, of zo. Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat was dat meant to be, dat wij toch dat deze keer het geluk wel aan onze kant stond. Ja. Hoeveel voldoening geeft het om dan kampioen te spelen? Je bent kampioen gespeeld met Sparta, ja, en dan ook met Beerschot. Ja. Welk was de mooiste, of is dat een oneer? Ja, de mooiste was sowieso Sparta. Ja, dat was zo, omdat Sparta ben je echt gewoon, je staat gewoon op de eerste plek. En dat, met die, dat was sowieso een mooi kampioenschap, maar dat is toch anders, omdat je met die periodes zit. En, ja, en corona zal misschien en die corona, en er waren geen supporters in het stadion, en je had niet echt een feest om je werd niet ingehuldigd, niks. Ja, in Sparta zat je echt op ons kasteel, al de supporters die het veld opliepen. Ik kan me voorstellen, als je hier kampioen speelt met supporters, ja, dan ga je echt het volledige gevoel. Dat mooiste zijn, ja. Het volledige gevoel van kampioenspel. Nu hebben we gewoon een feest gebouwd met onszelf, maar dat is toch een kampioenschapsfeest in mineur eigenlijk. Ja, dat is niet hetzelfde. En de supporters hebben ook niet de kans gekregen om mee te feesten, om ook hun blijdschap te tonen. Nee. Dat was allemaal in beperkte, besloten kring. Ja. Lastig. Ja. Heb je een referentie match van dat seizoen? Je zegt van, dat was onze beste wedstrijd. Of, wow. Ik weet wel een wedstrijd waar wat voor mij zeg maar, de tijd een beetje gekeerd werd. Dat was toen tegen Union thuis. Toen wij, ik weet niet meer wat de score was, maar wij speelden eigenlijk een vrij goede match. Het was echt een heel kwalitatief hoge match, want Union speelde ook heel goed, wij speelden ook heel goed. En dat Tarik dan in de tweede helft inkomt en de raket. Oh, ik weet wel wat je wilt zeggen, dat hij daar op links vertrekt. Er stond er 30 seconden op of zo, denk ik. Volgens mij was dat de 1-1 of de 2-1, ik weet niet meer. Ik denk de 1-1, ja. De 1-1. Ik denk het wel. Maar voor mijn gevoel was dat echt de ommekeer van oké, we gaan nu wel richting... Ja, dat was een zotte goal. Die zullen we ook nog eens mee in het filmpje zetten, want die hebben we nog online. Ja, moet je doen. Straf. Dan een fantastisch eerste seizoen gespeeld in 1A. Ja. Met jou een beetje als exponent, mag ik dat zeggen? Misschien dat je zelf daar te bescheiden voor bent. Want er gaat heel veel aandacht naar Tarik en naar Rafa. Maar er waren een aantal spelers in die ploeg, en die kregen jou daar ook bij, die echt wel een heel hoog niveau hebben gehaald heel het jaar door. Ja. Natuurlijk, als je minder, of je niet zoveel scoort of assisten geeft, dan kom je minder in de picture, ook in de media en zo. Maar natuurlijk, andere spelers hebben evenveel aandeel in dat fantastische seizoen gespeeld met z'n elfen. En ik had inderdaad een sterk seizoen gespeeld. Ik kan mij daar nog die actie op Gink herinneren, dat je daar die kroketten even doet. Ja, dat was kan ik, af en toe kan ik daar nog eens van genieten, als ik die terugzie. Vorig seizoen dan, een beetje in mineur geëindigd, gewoon in mineur geëindigd. Ja. Maar ook weer een heel erg raar en wisselend seizoen voor jou persoonlijk dan. Ja. Hè? Ja. Want je hebt die knieblessure gehad, waar je nu 100% vanaf bent. Ja. Hoe moeilijk was dat om daaraan terug te vechten? Ja, dat was moeilijk. Natuurlijk, met zo'n blessure, het begin is altijd ongeloof. Hè, omdat je speelt dan niet. Dat was een wedstrijd tegen Standaar. En na 10, 15 minuten voelde ik dat mijn knie een beetje raar geleider aan het maken was. Die niet weggingen. Dus dan weet je al ergens in de back of your mind van oké, dit is niet echt goed. Maar ik speelde die match. Ik was zat vrij lekker in de match. Dus ik wou ook niet... Een hele goede eerste helft gespeeld toen, en de tweede helft minder, maar dat was dan door die knie ook, al. Hè? Ja, ook, maar collectief speelden wij een heel goede match. Zeker. Ja, we denken dat die match eigenlijk altijd moet winnen. Je verliest 1-0, Anyway. en dan daarna zit je in de kleedkamer en dan ga je bij de fysio's zitten en voel je dat die knie begint op te zwellen. En dan weet je van ja, als een zorg begint op te zwellen, dat is meestal geen goed nieuws. Dan ga je een scan doen, dan valt het bericht van oké, je hebt dit en dit en dit, dat gaat dit en dit betekenen. Dus in het begin is dat is rouwen, hè, dat is verwerken van dat moment dat je je passie niet mocht uitvoeren, dat je een paar maanden uit bent. Maar eens dat je die knop is omgezet, dan ga je de volgende revalidatie. Nou, ben ik daar vrij snel van hersteld, want ik ben toen 28 augustus geopereerd en 4 januari of 3 januari stond ik al op het trainingsveld in Spanje. Dat is 4 maanden. Ja, en voor het type blessure dat ik had, was dat vrij snel. Dus
thank God dat dat allemaal gegaan is volgens plan en dat ik goed begeleid ben en dat mijn lichaam dat allemaal goed verwerkt en hersteld heeft. Je raakte het even aan, hè. Ja, je passie niet meer kunnen uitvoeren. Je zei toen ook in een interview, want we hebben toen ook een interview gedaan op stage. Oh ja, ja. Wij hebben twee toen. Ja. Heb je toen gezegd, er is niet zoals terug met je ploegmakers op het veld staan. Dat is altijd als je geblesseerd bent dat je beseft hoe mooi het eigenlijk is om te voetballen in groepsverband. Dan valt dat best. Eens dat je speelt, dan vergeet je dat altijd. En als je dan even ernaast zit, om welke reden dan ook, ja, dan besef je hoe leuk het is om gewoon met je vrienden eigenlijk. Hè? Want dat zijn gewoon je vrienden. Je bent er elke dag mee. Je ziet die meer dan soms je kinderen of je vrouw. Omdat je bent er elke dag, soms 7 dagen op 7 mee. Dan besef je eigenlijk hoe leuk het is. En dan geniet je er ook in die eerste weken des te meer van dat je terug... Ja, gewoon mag spelen eigenlijk, mag voetballen op veld. Ik heb zo'n gevoel dat jij gaat shotten totdat je 50 bent. Hè? Ja, als mijn lichaam dat toelaat wel. Ja, zo lang mogelijk, ja. Maar ook daarna wil ik zeggen, als het niet meer profvoetbal is, ook nog voetballen met vrienden en dergelijke mee? Ja, dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. Om echt op een heel laag niveau te gaan voetballen, weet ik niet of ik dat nog... Sergio doet het nog altijd, hè? Ja, dat wel. Op die winterstage ben je dan eindelijk terug... pik je aan met de groep, want dat waren ook jouw eerste groepstrainingen echt die je terug meedeed. En dan ineens, een beetje onverwacht op dat moment, word je ook kapitein op die stage. Ja. Dat moet een beetje een gek gevoel zijn. Ja, dat was eigenlijk, ik had dat totaal niet zien aankomen. We hadden toen een soort van groepsgesprek over hoe we het tweede seizoensdeel wouden ingaan. En toen zei de toenmalige coach Javier Torrente dat hij mij tot nieuwe aanvoerder promoveerde. Dus ja, dat was wel even, dat ik niet zien aankomen. Dat was ook niet op voorhand gezegd. Nee, ik was niet verwittigd, niks. Ja. Ik was vooral bezig van, ik ga proberen hier op stage terug fit te worden, terug die knie een beetje normaal te laten functioneren. En dan ineens werd ik aanvoerder. Maar ja, eens dat ik dat bericht aan kreeg, heb ik mij daar eigenlijk meteen toe gezet. En ja, in principe, ik doe niet heel veel anders nu dan dat ik aanvoerder ben, hoor. Ik probeer me gewoon te focussen op mijn spel. Het is alleen dat ik iets meer verantwoordelijkheid neem in... het belang van het team en probeer dat alles gewoon gaat volgens plan en zo. Maar ja, ik was er eigenlijk vrij snel mee vertrokken met de aanvoederschap. Ja. Uiteindelijk degradeert Beerschot. Ja. Jouw contract loopt af. Maar je kiest er toch voor om te verlengen. Een beetje onverwacht ook, net zoals het kapiteinschap. Ja, want ik denk dat heel veel mensen niet gedacht hadden dat jij ging bijtekenen. Ja. Kan je iets uitleggen? Waarom dat je koos voor Beerschot? Want je had aanbiedingen van andere clubs. Ja, ik had meerdere aanbiedingen van andere clubs. En ja, waarom heb ik bijgetekend? Er zijn meerdere factoren, hè, natuurlijk. Beerschot is de club waar ik heel mijn jeugd heb doorgebracht. En ik ben nu na lang in het buitenland hebben gezeten, was ik terug op het vertrouwde nest. Ik kwam terug in mijn eigen stad. Ik was terug in mijn familie en mijn vrienden. En ik was in een club met supporters die altijd voor heel veel sfeer zorgen, elke thuiswedstrijd. Dus ja, dat waren allemaal zaken die ik afzette tegen de andere ploegen waar ik naartoe kon gaan. Kunnen die mij evenveel bieden als wat Beerschot mij kan bieden? Beerschot kan mij ook veel dingen buiten het sportieve bieden. Zoals ik al zei, mijn stad, mijn familie, mijn vrienden, mijn kinderen, de supporters, de sfeer. Want er zijn niet veel stadions in België waar je om de 2 weken zoveel sfeer hebt. Zeker niet in 1B. En die clubs waar ik dan naartoe kon gaan, die konden mij sowieso niet die sfeer bieden. Die konden mij ook niet bieden dat mijn kinderen hier konden blijven bij alles wat ze hier deden en zo. Die konden me ook niet bieden dat ik in mijn eigen stad kon blijven wonen. Dus ja, al die zaken tezamen begon ik toen te draaien. Want ik was eigenlijk ook van het idee van ik ga sowieso weg, ik wil in NA blijven. Dat was voor mij echt, ik was daar heel stel in, ik wil heel graag in NA blijven voetballen. Maar toen ik dan. Dat Beerschot mij dan een goed voorstel gaf en ik eigenlijk alles in de weegschaal legde. Toen begon ik eigenlijk te zien van eigenlijk is Beerschot de enige juiste keuze die ik kan maken. Want het enige verschil tussen, of het enige verschil in de zin van, het enige dat Beerschot jou niet kon bieden is eerste klasse. Is NA. En dat is het enige. Dat was het enige. En al die andere zaken kon ze eigenlijk mij veel meer bieden dan die andere clubs. En ja, ik heb toen ook met heel veel mensen gebeld, met familie, met vrienden, met ex-voetballers, ex-collega's. En toen heb ik gewoon van mijzelf beslissing genomen van kijk, dit is de juiste beslissing. En ik ben ook heel blij. Allee, ik ben er nu heel erg van overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Het was wel een beetje een uitdaging. Hè, want er zijn, ik denk, 17 jongens vertrokken. Ja. Er zijn er 15 of 16 bijgekomen. Zeker, want ik wist ook dat er een hele nieuwe ploeg zou komen. Ja. Was dat ook een beetje een stuk ervan dat je zoiets had van
eigenlijk wil ik ook wel nog eens vechten en opnieuw beginnen en proberen. Dat was ook wel iets wat ik mooi vond om ervoor te gaan om Beerschot terug in 1A te krijgen. En ja, dat was wel iets waar ik dacht van, weet je wat, dat zou ook wel mooi zijn om te zakken en dan meteen terug te stijgen naar 1A. Dat dacht van, ja, dat is ook wel echt, dat zou echt heel vet zijn. Er is maar één club die het tot nu toe gedaan hebben. Dat is een naam die we niet te veel willen uitspreken. KV Mechelen, mogen uitspreken. Ja. Je kiest ervoor om te blijven. Net daarvoor heb je ook de nieuwe coach die aangesteld is geweest. 2 weken daarvoor is dat. Ik heb even gecheckt snel, gisteravond nog. In hoeverre speelde hij een rol? Want jij hebt ongetwijfeld met hem een gesprek gehad voor je bijtekende. Ja, zeker. Ik zat toen in vakantie in Griekenland, in Kos. En toen had ik met de trainer gesproken. En had hij me aangegeven dat hij het heel graag zou hebben als ik zou blijven. En een beetje zijn spelopvatting een beetje uiteengezet. En hoe dat hij naar voetbal kijkt en hoe dat hij mij zou zien binnen die ploeg. En ja, maar ik had toen nog niet mijn gedachten veranderd van dat ik van Beerschot zou blijven. Dus ja, ik luisterde er wel echt naar, maar ook weer niet. Mm. Maar toen ik iets verder stond in dat beslissingsproces, heb ik ook nog een keer met hem gesproken. En toen was het gewoon duidelijk voor mij dat ik bij Beerschot zou blijven. Steven, een van de supporters die een vraag heeft ingestuurd, die wilt weten, hoe zit het met de sfeer in de kleedkamer? Want het is een volledig nieuwe groep. Ja. Je hebt toch ook wel al wat watertjes doorzwommen, hè? Mm. Als we het zo met coaches bedoel je of zo? Nee, gewoon de groep in zijn totaliteit. Oh, op 4 maanden is er ook wel heel wat gebeurd. Zeker. Maar ik denk, het meeste van vorig jaar, van degradatie en zo, als dat vorig jaar gebeurd is, de meeste jongens dit seizoen, die hebben daar niet echt heel veel mee te maken. Dus in die zin hebben we toch wel een redelijk schone lei kunnen maken. En ja, qua sfeer zit dat eigenlijk heel goed. Ik denk dat die jonge gasten zorgen voor heel veel jong vibes in de kleedkamer. Hè. Die jonge gasten zijn nog gewoon heel jong, die zijn heel speels en zo. En dat zorgt ook voor een ontspannen sfeer in de kleedkamer. En wij oudere gasten die zorgen ervoor dat het niet te jong wordt, te speels en te nonchalant en zo. Dus ja, ik zeg het wat ik in het begin van het gesprek zei, is er een goede mix in de kleedkamer. En die sfeer zit dik in orde. Ja. Je hoort ook wel afgelachen, hè? Ja, zeker. We hebben ondertussen bijna alle ploegen gehad op dit moment. Ja. Ik spreek aan jou net voor de thuismatch tegen Dender. Dender moet nog komen, Anderlecht moet nog komen en Jong Genk moet nog komen. Ja. Dat zijn de 3 ploegen die we nog niet tegen gevoetbald hebben. Ja. Wat is jouw algemene idee van die competitie? Mijn algemene idee, ja. Is 1B, dat is altijd een moeilijke competitie in die zin dat je... Wedstrijden kunnen soms heel onverwachts een bepaalde richting uitgaan. Ik weet niet, ik kan daar niet echt zo in exacte woorden uitleggen hoe dat ik die competitie zou omschrijven. Maar het is geen simpele competitie. Het is niet zo'n competitie waar je gewoon, als je de beste ploeg bent, dat je dan heel simpel iedereen gewoon omverwalst. Nee, je moet niet alleen goed kunnen shotten, maar je moet ook kunnen bikkelen. Je moet kunnen strijden. Je moet slim zijn. Je moet eigenlijk van alles een beetje kunnen. Wilde jij echt met kop en schouders er bovenuit steken. En dat als team zitten we ook nog in die ontwikkelingsfases om dat ook allemaal te leren. En niet alleen de best verbande ploeg te zijn, maar ook soms iets wat vuiler te spelen of wat meer voor de win te gaan. Dat moeten we ook nog allemaal leren. We gaan naar de supportersvragen gaan, ja. Het laatste stukje. Ja. Verschillende supporters die vragen, worden we kampioen en is deze groep daar sterk genoeg voor? Je hebt het al eens gedaan in NBA, wat denk jij? Ik ga met 2 woorden spreken. Ik denk dat wij ons team sterk genoeg is om kampioen te spelen. Maar worden we kampioen is moeilijk om op te antwoorden, dat begrijp ik ook. Robbe, die vraagt, laat je een tattoo zitten als Beerschot opnieuw proberen? Nee. Ik ben geen Dennis Prisinenko of Rafael Zal. Nee, ik zet geen tattoos. Nee. Nee, je hebt er ook geen op dit moment. Ik heb geen tattoos, nee. Wat zou je doen als Milan ermee zou thuiskomen, je oudste zoontje? Ja, die is natuurlijk 3 nu, hè, dus dat zou... Ik zou dat niet erg vinden als ze dat moest doen. Nee. Ik heb niet echt iets tegen tattoos of zo, maar ik zou het gewoon nooit zelf zetten. Ja, okay. Er zijn verschillende vragen over RWDM binnengekomen, zowel sportieve als extrasportieve. We zullen beginnen met de sportieve, want die zijn het makkelijkste te beantwoorden. Er wordt gevraagd, er werd heel veel... Op bepaalde momenten vinden sommige supporters dat er niet genoeg tempo in het spel zat. Heb je een idee hoe dat komt?
Ja, dat dat komt. Ja, je speelt natuurlijk tegen een tegenstander die ervoor koos om niet echt druk te zetten. Dus niet echt hun positie te verlaten. En elke keer gecentreerd in het midden te spelen. Dus dan is het ook logisch dat je dan dat het dan lijkt voor de supporter alsof je veel breed speelt. Maar je moet hun proberen uit de tent te lokken dat zij gaan stappen, dat er ruimtes gecreëerd worden. Dus ja, soms het wedstrijdbeeld dat mensen hebben vanuit de zijkant is niet altijd hoe dat het op het veld eraan toe gaat. Dus je probeert van links naar rechts, je probeert ja, hun uit elkaar te spelen, zodat je door de as kunt gaan en ja, richting de goal kunt gaan. Hm. Dus, is dat een beetje het probleem? Allee, het is natuurlijk, ik wil ons niet vergelijken met de Rode Duivels. Is dat een beetje het probleem dat de Rode Duivels soms ook hebben als ze tegen een tegenstander komen die zo ja, met 10 achter de bal staat? Ik denk dat elke ploeg dat wel heeft. Het is niet makkelijk om tegen een ploeg te spelen die gewoon laag blok zit. Ja. Dan moet je al, ja, of je moet heel snel van kant wisselen en dan een actie maken, of je moet teren op individuele acties. Maar het is niet makkelijk om een laag blok uit elkaar te spelen. Dat tot zover de sportieve vragen. Dat is er eigenlijk maar eentje. Ja. Extra sportieve vragen, daar zijn er wel wat meer voor. Ja. Zoals je weet, zijn er een aantal, of is er op een gegeven moment een racistisch spreekkoor geweest. Ja. De club heeft daar ook al op gereageerd. Maar er zijn een aantal supporters die zich afvragen hoe dat jij daar persoonlijk naar kijkt. Ja, ik hoorde het ook. Ik denk dat het rond de 70ste minuut was. Meestal hoor ik wat er gezongen wordt niet echt goed, omdat ik zo gefocust ben op de wedstrijd. Maar deze hoorde ik wel heel luid en duidelijk en was ook wel even als ze aan het zingen waren. Dus ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat echt niet kunnen. Ik vind dat eigenlijk heel erg dat zoiets gezegd wordt. Om meerdere redenen, omdat dat is gewoon heel disrespectvol naar de mensen van die gemeenschap, van de Marokkaanse gemeenschap toe. En in het algemeen, ik denk dat sowieso racisme heeft geen plaats in het voetbal, nergens niet. En ik snap dat sommige sporters zullen dan zeggen, ja, dat zijn maar gewoon gezangen. Maar ik denk, de negatieve lading en de negatieve gevolgen die je daar hebt voor je club, voor je jeugdspelers, voor je stad, die zijn veel te groot om zoiets te doen en zoiets toe te laten. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik als aanvoerder en de club daar ook heel duidelijk naar voren komt dat wij dat niet acceptabel vinden, dat zo'n gezangen plaatsvinden binnen onze club, dat wij met die zaken geassocieerd worden. Hoe kijkt de spelersgroep daarnaar? Wat is daarover gebabbeld daarna? Ik moet zeggen dat daar, ja, in groep is daar niet echt over gebabbeld. Ik heb daar wel met een aantal jongens over gesproken, maar ja, daar is niet heel, heel veel over gesproken. Maar de reacties die zijn dan, denk dezelfde als degene die jij nu geeft. Ja, toch wel. Vooral direct na de wedstrijd. Ja. Niet iedereen had het gehoord, want sommige jongens die horen misschien als dat Antwerps is, hoor je dat niet zo goed. Of buitenlandse jongens, die weten niet wat er gezegd wordt. Maar toen het dan vertaald werd, dan had ik ook wel zoiets van, wow, dat is wel heftig. Dat is wel niet nodig. Misschien een beetje een persoonlijke vraag. Heb jij daar al eens ooit te maken mee gehad? Want ja, dit is een racistisch spreekkoor dat niet naar jou gericht is, maakt het niet minder erg natuurlijk, nee. Maar heb jij al eens zo'n situatie meegemaakt? Ja, ik heb in de voetbal, in mijn profcarrière heb ik nooit iets racistisch meegemaakt, maar in de jeugd heb ik wel eens iets meegemaakt, dat ze bijvoorbeeld iets riepen of zo, of me iets zeiden of zo, in het uitgaan, of als we eens een keer ruzie hadden of zo. Maar ik ben daar zelf niet heel veel mee geconfronteerd geweest, nee, gelukkig. Ja. Wil je met de fans daarover in dialoog gaan? Want er zijn een aantal supporters die daar misschien wel over willen babbelen met jou. Ik zou daar eigenlijk heel graag met supporters mee over praten. En ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon met de supportersgroepen dan uit te leggen of te bespreken wat zo'n gezangen betekenen voor de naam van de club. Voor wat wij als club willen uitdragen in termen van waarden en normen. Dus ik sta daar eigenlijk heel voor open en ik wil daar ook eigenlijk persoonlijk om met hun in gesprek te gaan. Oké. We zullen dit stukje afronden. Ik denk dat we gezegd hebben, of dat jij gezegd hebt wat je wou zeggen daarover. Ja. Misschien een iets leukere vraag, om het zo te zeggen. Supportersvraag? Een supportersvraag, zeer zeker. Bart, die wilt weten, wie van de spelers waar je al eens mee samengespeeld hebt, ex-ploegmaat, zou je graag zien terugkomen naar het Kiel? Omdat je daar een goede band mee had, omdat je daar graag mee voetbalde. Oh, maar dat is een goede vraag, ja. Oh, ik heb met veel jongens een goede band zitten, dus ik zou er wel meerdere. Oh. Ik ga er gewoon een paar noemen. Dennis, Tom. Um,
Ja, ik denk toch wel Dennis en Tom, denk ik. Dennis en Tom. Ja, omwille van de persoonlijkheden? Of, Ja, gewoon persoonlijkheden, ja, omdat ik daar wel een heel goede band mee had. En al veel goede tijden mee beleefd, ja. Ja. Cindy die vraagt, hoe gefrustreerd ben je als de VAR een fout maakt? Ja, nu heb je daar geen last van, want er is geen VAR. Maar vorig jaar in 1A is het een paar keer gebeurd dat er een foute beslissing is genomen door ofwel de scheidsrechter ofwel de VAR. Ja. Maar wat was de vraag? Of hoe gefrustreerd dat je daarvan wordt als de VAR een fout maakt? Ja, merk je dat op het veld zoiets? Ja, maar ik heb al een paar keer gezegd tegen jongens van de ploeg dat hoe gek het toch is dat ik de VAR nu echt mis. Omdat ik heb het echt gevoel dat als er zo van indiscutabele fouten zijn, vooral met overtredingen, dat de ref moet dat dan op het moment moet hij dat inschatten. En vaak zit hij er dan helemaal naast. Bijvoorbeeld tegen RWDM krijg ik in de vijfde minuut of zo, gaat hij Harris vol door op mijn been. Ik kan dat nu niet laten zien op beeld, maar dat was echt, als daar een VAR was in de naam, was het sowieso rood geweest. En dus ik lag er echt de kermen van de pijn. Echt, mijn been is gewoon helemaal dik vol. Je ziet echt die toppen in mijn been staan. En dus ik doe mijn beklag bij de ref en de ref zegt, ja, ik heb het niet gezien en de lijnsman ook niet gezien. Maar ik zat echt naast de lijn. Ja. En het was gewoon ingooien voor RWDM. Maar in 1A is no way dat niet gecheckt wordt door de VAR. Maar heb je ooit het gevoel van, ik zeg nu maar iets, want achteraf zien wij bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld nemen, Ilias Sebaoui op Antwerp. Hè. Ja. Krijgt daar een tikje tegen zijn voet. Het is penalty, wordt achteraf ook toegegeven. Ja. Op zo'n moment, de VAR checkt dat. Ja, dat is dubbel. Denk je dan op het veld? Ah, dat is fout? Of heb je zoiets? Ja, de VAR zal het wel gezien hebben en zal wel een beeld hebben gehad. Whatever. Ja, ik had het op die fase tegen Antwerpen heb ik niet echt gezien. Ik dacht wel dat hij geraakt was, dus ik ging er eigenlijk wel vanuit dat de VAR het zou zien. Maar ja, die VAR is ook niet altijd 100%. Het is niet omdat jij ziet dat het een fout is, dat de VAR dat ook gaat zien. Soms zeggen die van, ja, nee, wij zien het niet, hoe onvoorstelbaar dat ook is. Maar ja, het is dubbel. Soms in 1A had ik zoiets van, ja, die VAR... Zo de zot van nu zeg ik van ja, die VAR, ik mis die soms echt. Want er zijn al veel fases geweest hier in die 7 matchen die we hebben gespeeld. Dat ik dacht van, hoe is dat mogelijk dat dit niet wordt bestraft of dat dit gewoon kan doorgaan. Maar is het makkelijker misschien omdat je het gevoel hebt dat refs zijn ook maar mensen? Ja, natuurlijk. Maar ik begrijp dat mensen zijn. Dat, zij ook, dat het menselijk is om een foute beslissing te maken. Maar ja, je bent bezig met topsport. Je wilt niet dat jij degene zijn die de foute beslissing krijgt. Maar wat ik bedoel is het niet gemakkelijker om het te accepteren van een scheidsrechter die iets moet zien in een fractie van een seconde dan van iemand die achter een scherm 10 keer opnieuw kan kijken? Een foute beslissing accepteren is altijd moeilijk. Ja. Of dat je dat nu kunt verantwoorden met een VAR is of dat... je wilt gewoon niet dat hij een foute beslissing maakt. Ja. De laatste vraag die is van Giel. Die vraagt, hoe hard kijk jij uit naar het nieuwe trainingscentrum? Ja, ik kijk er wel naar uit. Ik denk dat als ik heb de maquettes gezien, dus dat gaat wel iets moois zijn. En ja, het is altijd leuker om in mooie faciliteiten te trainen of topfaciliteiten te trainen, beter. Nu moeten we nog met de busjes gaan. Dat is soms ook wel lang rijden en zo, maar dat is ook wel heel plezant omdat we een aantal aan het lachen zijn en plezier aan het maken zijn in die busjes. Dus ja, dat gaan we ook wel wat missen. Voor de mensen die het niet weten, dus jullie rijden nu met busjes. Van, in het Olympisch Stadion. Dus wij komen aan in het Olympisch Stadion. Voilà, jullie eten hier, omkleden en dan gaan jullie richting Universiteitsplein of Wilrijkse pleinen af en toe tegenwoordig. Ja. Nee. Dus dat ga je wel missen zo met dat de busjes. Dat ga ik wel missen, ja. Dat is altijd wel leuk. Ja. We kunnen er altijd een bus zetten. Hè? Ja, dat kan ook. Ja. Oké. Ryan, dankjewel voor het gesprek. Yes. Het is toch, toch een goed uur geweest, denk ik weer. Ja. We hebben ons best gedaan. Ja, graag gedaan. Yes. Tot de volgende keer. Volgende keer. Jullie bedankt om te kijken en tot de volgende keer.